je jurkje aan. Ik zelf zien, maar dat paard gaat achteraan. Ik zie niet kusje. Grapje. Oh. Licht. Ben je er klaar voor, schatje? Wat meester Martijn. Ben je wel? Eén aan je benen. Zo, goed. Ah! Zwaar. Vrijdagochtend, dat betekent bijna... Weekend! Ik zag je niet aankomen, schatje. Nee, het is bijna weekend, het is vandaag vrijdagochtend, dus de kinderen gaan eerst lekker naar school. Vrijdagochtend zijn we altijd lekker... Een kort dagje. We zijn al vroeg op vanochtend. Dus nu al die ligt weer lekker te chillen. Ja, het was een vroeg ochtend vanochtend. Ja, lekker vroeg. Luxie wil springen. Luxie, kom maar. Nee, papa, Luxie vindt het heel erg leuk om in de haren te friemelen op het moment. Ja, Luxie, vooral papa's lange koep. Vlechtje. Hé, en Lucilla, wat gaan we doen als we uit school komen? Naar zwemles. Naar zwemles, maar... Niet zomaar zwemmen, nee. Hoe gaan we zwemmen? Met kleren. Met kleren aan. Maar ja. Maar waarom moet je zwemmen met kleren aan? Want als je op een boot gaat varen en je hebt kleren aan en dat je in de sloot gaat vallen, dan moet je ook leren om kleren te zwemmen. Heel goed, Lucilla. Stel dat je ergens valt, dan heb je natuurlijk, je loopt niet altijd met je bikini rond natuurlijk. Behalve vader, ja. Die heeft altijd zwembroeken aan. Die heeft het altijd warm, dus die heeft altijd een zwembroek aan. Maar dat gaan we vandaag doen, jongens. Kijk vandaag weer gezellig met ons. Je ziet zo lekker aan het knuffelen met jou, Pip. Je ziet zo lekker aan het knuffelen met jou. Kijk, je lijkt ook wel een beetje op een hondje zo, dat haar. Dat is Lucilla. Lucilla knuffelen met jou, ja. Woezel vertelde Och, aan Woezel. Woezel die we... al heel vroeg een bioscoop willen kijken, Pups Academie. Ja. Ik zei Luan, Woezel kan ook wel zo leren acteren, kijk. Ja, dit is een hondenserie. Maar dat is overgesproken, hè, jongen? Ja, maar Luan zei, hoe kan dat mondje zo? Maar dat zetten ze de... Dat doen ze in de computer. Ja. Dat is allemaal techniek, jongen. Ja, het zal wel grappig zijn, hè. Als Woezel echt kon acteren in een film. En dan hoorde je hem zo praten, zo. Hallo, hallo, ik ben Woezel. Dan het een nieuwe bioscoopfilm. Woezel en Pip. Dat vindt hij wel een goed idee, ja. Wil je ook een film, Woezel? Wil je ook in de film spelen, jongen? Oh, een Pip ook in de film spelen. Dat zal wel heel leuk zijn, ja. En dan kunnen ze echt praten. En dan kunnen ze echt praten, ja. Stilte op de zet. Camera, geluid. Ach, Woezel, wat doen ze allemaal met jou, jongen? Wat doen ze allemaal met jou? Mama, ik wil eens vergaan. Laat maar eens zien. Je gaat op je knieën zitten, één naar voren. Dan doe je andere naar achteren. Ja, dat is nu de split. Je moet proberen recht te blijven, in een rechte lijn. Kijk, niet dat mama het kan, maar mama gaat het even uitleggen. Eén been naar voren, één been naar achter. En dan moet je in een rechte lijn, Die moet helemaal naar achter. Ja, dat is een spagaat of een split, dat weet ik niet. Ja, dat is een spagaat. Een spagaat, oké. Kan ik niet, dus ga niet denken van, oh, het is niet helemaal, het lukt mij niet. En een split is dat je de benen zo. Ja, maar nee mama, dat kan ik niet, dat? Dus ik ga niet zo. Ja, maar dat moet je oefenen. Ja, dat moet ik oefenen. Weet je hoe mama dat vroeger altijd deed oefenen? Met een handdoek. Zal ik een handdoek pakken? Ja, vroeger kon ik dus wel. Vroeger zat ik ook op ballet. En toen was ik nog lenig. Maar toen ging ik de spagaat en de split oefenen.
Ik heb nooit zo gekund, maar wel breed. Dat heb ik wel gekund. En dat oefende ik altijd met een handdoek. Handdoek? Dat heb ik toen de tijd geleerd. Wat je doet, kun je thuis ook oefenen. Iedere avond voordat ik naar bed ging, ging ik dit dus oefenen op mijn kamer. Dan ging ik zo de handdoek neerleggen en die doe je dan zo opfrommelen. Dan zette ik zo mijn voeten hierop. En dan ging ik zo. Ja, deze handdoek is eigenlijk veel te klein voor mij. Want mijn maar benen voor mij niet, voor mij een... En dan ging ik zo dat de handdoek helemaal wijd ging, ging ik oefenen. En ik ging proberen steeds verder. Oké, dan voel je dus een beetje op. Je zet hier voet neer. En je gaat heel wijd. Probeer de handdoek helemaal... Goed zo, Lucilla. Goed zo. Dit is mijn allerbeste. Heel goed. Als je het iedere avond doet en iedere keer steeds een beetje verder doet, dan rek jij je spieren zo erg op. Of zo, ja, dan train je ze. En dan worden ze langer. En dan kun je maar dat iedere keer doen? Ja hoor. Dan kan je iedere avond oefenen. Okay. Of iedere ochtend, gewoon iedere dag, wanneer jij wil. Dus leg hem op de grond. Dan frummel je erop dat hij helemaal naar binnen is. Ja, dat je wel nog je voeten kan neerzetten. Kijk, daar en daar. Dan kan je dan je voeten neerzetten. Bij het frummelen moet je even helpen. Ja, en dan ga je helemaal wijd. Probeer de handdoek zo wijd mogelijk te doen. Goed zo. Heel goed, Lucilla. Nee. Gaat dat steeds beter? Nee, ja. En dan moet je proberen uiteindelijk op je billen te gaan zitten. Dan moet je nou op je billen gaan zitten. Nee. Oh nee, ik ga niet op je billen zitten. Dan ga je er weer opstaan. Helemaal wijd, ja. En dan op je billen, kijk. Goed zo. Nou, dat is niet de split, maar... Nee, wel bijna. Ja, wel bijna. En dan kan je steeds een beetje verder. Oké, ik ga dit oefenen om dit te doen. Nou, Lucilla is op haar kamer gaan zitten om dit te oefenen. Heel goed, schatje. Maar je moet proberen om op je billen te gaan zitten. Gaan we het nog een keer doen? Opvullen. Ja? Maar mama, weet je nog wat je zei voor een einde bij een les? Nou? Ik zag mezelf, ja, dat klopt. Ik moet altijd heel erg aan mezelf denken toen ik klein was. Als ik naar jou kijk en je bent aan het dansen. Ja, heel goed. En dan probeer je naar achter te gaan op je billen. Oh. En dan moet je een beetje zo blijven zitten, dat je spieren een beetje kunnen oprekken. Snap je? Dat je ze traint, dat ze iedere keer een beetje langer worden. Maar dan moet ik even mijn ballerina pakken. Nee, nu niet, want je gaat zo naar school. En kijk maar naar voren. Naar voren kijken, goed zo. Ja, en dan naar achter, benen helemaal recht. De knieën helemaal recht. Ja, goed zo. Nee, dat moet je oefenen. Zo. Dan ga je langs je kant inwijzen. Dan ga je zo, heel wijd. Zo. Nou, voor mij is het dus niet... Oh, dat is de pop. Niet wijd genoeg, maar ik ga je nog wijden. Dan ga je zo wijd je kan. En dan hou je hand hiervoor. En dan ga je zo op je billen zitten. Oh, ik leg een stijve handen. Ik zie ze hierbij gaan zitten. Zit je met popje in je bed? En Lixie heeft een jurkje aan van Lucilla, Lixie. Ja, die is eigenlijk iets te lang. Die is iets te groot, maar dat is niet erg, want voor jou is hij iets te klein. Ja. Het zit er precies tussenin. Ja, ja, moet je opgeven. En Lixie die houdt heel erg van jurkjes en van regenboogjes. En die andere waren te klein. Mama, ik ga weer andere keer. Ja, we gaan zo lekker naar school, goed? Ja. Gaan we vanavond nog een keertje oefenen samen, ja? Ja. Lucilla zei het net al. Ik zei al tegen haar met balletles. Het is net alsof ik af en toe naar mezelf kijk. Als ik naar jou kijk. Als ik jou zo zie dansen. Want ik was vroeger ook zo'n ballerina. Zat ook op ballet. Had ook zo'n roze pakje. Deed ook de split en de spagaat. En al die dingen die ik oefende. Ik heel veel. Dus het is heel erg leuk om te zien dat je eigen dochter dat ook leuk vindt. En als je daarnaar kijkt. Denk je van. Ah, het is net of ik mezelf zie. Maar dan. Ja. Maar ja. Zo lang geleden. Maar nu is het echt tijd om naar school te gaan. Ja, we hadden vanochtend nog even tijd over, jongens. Ik denk niet dat we iedere ochtend zoveel tijd hebben zoals nu. Maar we waren vanochtend gewoon erg vroeg. Vandaar dat we nog echt veel tijd hebben voordat de kids naar school gaan. Ja, ik ben in mijn tas. Jouw tas? Kom maar. Jouw tas is beneden. En ik ga mijn mond terugzetten. Ja. Ja, doe maar. Ga je mee naar beneden? 1, 2. Het paard gaat achteruit. Ja. Je wordt al zo groot. Je wordt al zo groot op het paard. Je past er nog maar net op. Ja. Nou, ik ben... Ja, jij bent daar heel groot voor. Ik zie nog het hobbelpaard is nog van Luan geweest toen Luan baby was. Dus we hebben die al heel lang. Dus ja, het is niet helemaal meer heel, maar dat maakt niet uit. Mama, als je hier op druk doet, dan ben je... Ja, die doet het ook niet meer, hè, maar dat is niet zo erg. Maar ik kan hem jij past er ook nog op. Maar kijk aan de achterkant. Zo zit het. Ja, het ziet er wel heel gek uit. De verhouding klopt niet helemaal nu. Ja. Oh, en nou wel Lux in de poppenwagen.
Dus Luxie ook weer erg groot voor, een liefie? Ja. Ja. Zeker, ik zou niet. Nee. Dus, veel plezier. Doei. Veel plezier. Doei. Dag. Ah, Luxie. Luxie wil een kusje. Luxie wil een kusje. Oh, ik zie een kusje. Doei. Doei. 1, 2. Nog een keer. Ja. 1, 2. Nog een keer. Ja. 1, 2. Nog een keer. Ja. 1, 2. Laatste keer. Ja. 1, 2. Wil je wat vertellen? Wil je wat vertellen? Appel. Wat staat er op jouw jurk? Appel. Regenboog. Ja. Wat wil je? Eén. Wat is één? Van de mama. Zie je dat? Ja. Een beetje gekke haren. Ja. Hoe kan dat nou? Is dat Lucilla? Ja. Ah. I am born white. Opa. Is toch een opa, hè? Hey, oh. Ja. Daar. Klaar. Al snel. Zo. En wie hebben we daar weer opgehaald van school? Luan en Lucilla. Zeggen we elke keer.
keer aan het doen. Ja, ik weet niet hoe dat komt, maar het is er een beetje ingeslopen dat jullie dat zo leuk zeggen. Maar we hebben even een lekkere lunch op tafel gezet. Lekkere poffertjes. En die smullen ze even lekker op. We hebben ook lekkere braampjes. Kijk eens, die vonden ze ook smullen. En lekkere ananasjes. Die vinden ze ook lekker. Mama houdt er ook wel van. Hoe was het op school? Nou, die vindt ananas aan. Luxie vindt ananas. Nee, wij zijn hier wel gek op, hè? Nee, ik ben daar ook gek op. Oh, ben je wel gek op? Oh, oké. Okay. Jij baar, hè? Hé, mama, hoe was het op school? Leuk. Ja? Ja, heel leuk. Ja. Veel geleerd? Ja, en ik ging ook in de ochtend naar gym. Oh, was het nog goed gegaan? Mhm. Ja? Mijn schoenen was ik kwijt. Je schoenen kwijt? Ja. Had je de laatste nieuw gekocht? Die zwarte met die kietenband. Nou, volgende gisteren. Want we gaan 2 keer per week. En dat is bij elkaar. Ja. Een donderdag was ik ze vergeten om in mijn gymtas te doen. Oh, hoe heb je dat opgelost dan? Nou, ik keek opeens in mijn gymtas en ik zag geen gymschoenen van mij. Ja. En toen zei juf, nou, ga ik even bij jou kijken bij de gevonden voorwerpen. Ja. En, weet je wat er was gebeurd? Lagen ze daar? Ook niet? Grapje, wel. Oh, dus je was ze kwijtgeraakt. Ja. Ah, nou, gelukkig zijn ze weer gevonden. Hoe was het bij jou, Sil? Was het leuk met lieve juffrouw Alet? Is er nog verhaaltjes voorgelezen? Ja. Liedjes gezongen? Ja. En je hebt het over de dinosaurus in de klas verteld. Ja, maar er is nog steeds een krokodillengroep. De krokodillengroep, ja. Nee! Voorzichtig met die vork, liefie. Ja. En je had ook een hele mooie tekening gemaakt, hè? Dat is het. Even kijken. Een vulkaan. Een vulkaan. Zal ik het eens even laten zien? Ja. Silla heeft op dit moment als thema in haar klas dinosaurus. Dus ze hebben allemaal dinosaurus dingen en zo. En dit heeft ze vandaag dus gemaakt. Dit is een vulkaan, zei jij, Lucilla. Vulkaan. Kijk, zelf de naam erboven geschreven. En maar het is wel heel leuk om te zien dat het een echte regenboogvulkaan is bij jou. Met heel veel kleurtjes. Dat is echt typisch Lucilla, hè, schatje. Ik vind hem heel mooi. Die mooi gemaakt. Zo, dus dat is de lava. En die gekleurde daar, dat is gewoon de vulkaan. Dat is de vulkaan. De vulkaan die je hebt gekleurde lava. Dat is de rots van de vulkaan. Ja. Ik vind hem heel mooi, liefie. Heel mooi gemaakt. En dan wonen wij daar niet dichtbij. Nee. En mama, ja. Zo was de dino's doodgemaakt. Oh, door de vulkaan. Ja, de vulkaan. Nou, we hebben echt een geschiedenislesje gehad, of niet? Ja. Yeah. Nou, we eten lekker eventjes onze lunch op. Oh, is pap gevallen? Ja. Oh, nee. Heeft hij auw? Oh, nee. Pap, kom hier, pap. Kom hier. Hier is mama Luxie. Hier is mama Luxie. Nou, we eten even lekker onze lunch op. Daniel die had er afspraak. Ja, jongens, achter de schermen zijn we best wel druk met dingetjes. En Daniel had dus vanochtend de afspraak. En nu is hij weer even die vriend helpen die aan het verbouwen is. Die had wat problemen met de badkamer. Dus die is hij even weer helpen. Dus jullie denken, waar is Daniel de hele tijd? Nou ja, we hebben heel veel dingen achter de vlog om die we natuurlijk niet altijd vloggen. Maar dat is hij dus aan het doen. Hij komt zoals goed is wel thuis. En dan gaan we met z'n allen weer naar zwemles toe. Maar voordat we gaan, gaan we zo eerst even kijken wat voor kleren Lucilla aan gaat doen als ze in het water gaat springen. Hè, Sil? Want ze wou zelf wat uitzoeken, hè, schatje? Wel oude kleren. Oude kleren, ja. Maar geen prinsessenjurk. Of wou je met een prinsessenjurk gaan zwemmen? Nee, hè, dat is een beetje zonde van de jurk. Maar als je in het water valt... Nou, je hebt een prinsessenjurk aan. Ja. Ah, stof is stof, hè? Ja. Stof is stof. Wij zitten op Lucilla's kamer, want... Wow! Wat heeft Lucilla uitgezocht? Kleren! Kleren die ze aan wil. En waarom heb je deze kleren uitgezocht? Want ik ga net zwemles naar kleren zullen. Ja, maar waarom specifiek die kleren, hoor? Die kleren? Waarom deze? Want die zijn niet zo dik. En als het dik is, ja, dan is het zwaar. En als het dunne is, dan is het niet zwaar. Ah, kijk, dit zijn hele lekkere, gladde, blauwe kleren. Blauwe, blauwe. En deze ook. Ze hoeft natuurlijk... Ze is op voor... Nou, ze gaat op voor A. Ze gaat nu niet vandaag op, maar voor A. Maar ze... Nou... Ik zeg het heel verwarrend. Maar ze is bezig voor A en dan hoef je dus nog niet met lange mouwen te zwemmen. Dat is pas bij B. Dus, vandaar dat ze deze kleren aan gaat doen. En die nu over de camera
daarmee gegooid wordt. En daarmee ga je straks zwemmen. Ja, ga je ook nog schoenen aan doen met tappies? Ja, we kunnen nog even schoentjes kijken. Je moet ook nog schoenen mee. Ja, maar dan moeten we even kijken welke schoenen licht zijn. En welke jij misschien niet meer zoveel aandoet. Kom, we gaan even naar de schoenenkast. Neem die maar vast mee. Boefie, je bent een boefie. Lucilla. Ik moet de spullen. Ja, kijk. Hier zijn wij in onze... Kledenkast. Schoenenkast. En hier liggen heel veel schoenen in. Kijk, weet je wat ik denk, schatje? Wat je het beste aan kan doen? Oh, want die zit echt heel veel. Ja, maar dat maakt niet zoveel uit. Want als je zwemt, loop je er toch niet mee. En deze heb je eigenlijk bijna niet gebruikt. En waarom weet ik eigenlijk niet zo goed. Het is maat 27. Oh, die pas je nog wel hoor. Alleen die vond je niet zo fijn zitten of wat dan ook, hè? Maar deze zijn echt, maar kijken. Super licht. Je moest voelen bij zo'n schoen. Je moest voelen wat het verschil is. Zwaar, licht. Zwaar, licht. Ja, zie je dat? Dus deze kun je misschien wel aandoen als je gaat zwemmen. Deze vind ik ook niet zo erg als deze nat worden. Doet ze in principe toch niet aan. Nee, ik doe het nooit aan. Doe ze nooit aan, ja. Mama, of kan ik deze aandoen? Want deze. Dat kan ook. Alleen je moet dus voelen hoe deze voelt. Moet je echt voelen? Ja, en die andere. Oh, deze is zwaarder. Die is zwaarder, hè? Oh, wat is er? Dus die maar in je zwemtas. Wat is het? Je? Ja. Was je ermee aan het spelen? Maar eten. Wil je eten? Wil je tanden poetsen? Oh, je nieuwe tandenborstel. Oh, die is boven. Die is boven, liefie. Die bedoel jij, hè? Die heb allemaal voor jou meegehaald. Luxie, en ook nog het zandlopertje. Ja, er zit ook nog een zandlopertje bij hoe lang je hem moet poetsen. En handdoek in de tas. Goed zo, goed gedaan. We zaten even te bedenken. We moeten natuurlijk wel even alvast omkleden voordat we naar zwemles gaan. Omdat je daar niet meer heel veel kan omkleden. En we doen gewoon alvast de bikini en de kleren aan. Goed. Gaan we springen, hè? Let op, hè? Jij springt en ik gooi. Kunnen we heel goed samen. 1, 2, 3. Tada! Dit is de outfit die Lucilla aan gaat hebben als ze zo gaat zwemmen in het zwembad. Zo, en ik ben weer Toos. En kijk eens, Luxie is alleen maar aangekleed. Luxie, jij gaat zo de auto in. Ja? Hé, maar er is wel een wat fris windje. We doen er wel even een lange regenjas overheen. Een lange regenjas? Ja, dat is wel zo de auto in, maar... Oh, wat goed, Lux. Nou, ik zeg op naar het... Zwembad! Ben je er klaar voor, schatje? Ja. Vind je het spannend? Maar dat hoeft niet hoor, liefie. Met kleren, nee. Want als je met kleren zwemt, dan is het altijd een beetje zwaar. Ja, maar jij hebt heel grote spierballen. Nou, zeg maar, het valt wel mee hoor. Ja. Mee. En wij zijn er allemaal bij. Wij moedigen jou aan. Nee, niet aan. Nee, en eigenlijk heb je al wel een keer geswommen, want jouw UV-pakjes zijn ook echt met kleren. Dus dat is ook al wel zwaar, ja, maar hè? Maar dan heb je korte mouwen. Ja, je hebt nou ook korte mouwen aan. Alleen een langere broek, maar het is een hele dunne broek. Dus daar merk je niks van. Nee. Oh, en de meisjes met de badkleren aan. Ja, het zwembad. Loop maar door, Lux. Het is wat fris aan de beentjes. Papa ging vanochtend ook in de korte broek op de fiets, maar eigenlijk kan dat niet meer. Ja. Nou, op naar binnen. Dan moeten we door dat deurtje naar het grote wedstrijd. Ja. Inmiddels zijn wij aangekomen in het... Zwembad! Ja, het zwembad. Lucilla heeft dus haar kleren aan. Luxie heeft lekker haar papa Peppa Pig. En ja, we zijn ietsjes vroeg. Dus Daniel zei, ik ga alvast een duik maken. Ja, Peppa Pig, hè. Peppa Pig. Ja. Wat zeg je? Oh, papa Ed. Ja, kijk, hij staat klaar. Kijk. Klaar voor de start. Af. 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 Wow. Kijk hem zwemmen. Zou dit halen? Zonder adem naar de overkant? Oh nee. Ah. Hallo badmeester Martijn. Goedemiddag. Hier zijn ze weer. Hebben we er zin in? Ja. En wat gaan we doen? Met? Kleren zwemmen. Yay. Eerst het baantje terug. Makkelijker, hè? Of wil je eerst het plankje op de buik? Eerst op de rug. Hey, lachen. Ze vindt het een klein beetje spannend. Ja, maar je mag het spannend vinden, maar ik loop met je mee. Goed? Wil je springen? Wil je springen? Nou, nu wil je springen. 1, 2, 3.
Zijn hand. Ja, nu ga je ook maar baantjes zwemmen. Zijn hand. Goed zo. Jee, super. Lang omhaal. Handen stil. Rustig zwemmen, rustig. Goed zo. Het is wat zwaarder, hè? Ja. Maar je doet het heel goed. Het gaat er echt heel goed. Alleen aan je benen. Voor de rest valt het wel mee, hè? Ja. Nou, kom, zwemmen. Zoals je ook zwemt zonder kleren. Hé, kom, zwemmen. Juist. Beentje maken. Luxie kleren, of Lucilla kleren aan. Ja, ja. Jij hebt geen kleren aan, nee. Lucilla moet met kleren aan oefenen voor zwemles. Nee, jij hoeft geen kleren aan. Nee, jij hebt je badpak aan, ja. Jij hebt je badpak. Ja. Dat was bijna de koprol, jongen. Ja. Ja, je wil C halen, jongen. Dan moet je wel goed oefenen. Dus je handen op je enkels. Ik denk het. Ja. Je handen op je enkels en dan een koprol. Vooroverduiken. Ja! Yeah! Ja! Oké. Op je rug naar de lijn stemmen. De eerste lijn. Nee, niet de lijn. Geen de lijn. En dan kom je buiten terug. Jij kan dat. Ja hoor. Lucilla. Handen. Niet eten, gewoon doen. Kom op. Rustig. Rustig. Hij ging nog goed, hè? Zo. Mooi. Heel goed, Sil. Hé, hey, ga toppie. Hé. Hey. Kom op, blijf bij mij. Oeh, goed zo! Goed zo, Luan! Goed zo! Goed zo! Blijf door je benen heen kijken, maar juist! Oh, Sil! Oeh, lekker natte knuffel van die Sil! Van je moet je kleren uitdoen. Nou, dan gaan we die even uitdoen. Maar wat goed, Sil. Hé? Hey? Echt toppie, ja. Krijg je die uit? Ja. Jawel, hè? En je broek uit. Moet ik je helpen of gaat dat? Zo, goed zo. Nou, dat is de eerste natte lap. Nou, je shirt uit. Mag me even helpen? Mama, zo durf ik wel. Ja. 1, 2. Hartstikke goed gedaan, Sil. Nou, mama gaat even de was uitknijpen. Super trots op haar. 1, 2. Ah, haha. Goed zo. Ga je zwemmen? Doe maar zwemmen. Ja, en borstelen. Ga je zwemmen? Ja. Ah, geitje. Goed hoor, Luxie. Badmeester Martijn geeft Luan nu ook een paar opdrachtjes die Luan kan uitvoeren. Die al een beetje in voor diploma C zijn. Dat we een beetje kunnen kijken hoe alles gaat. Maar ja. Het was wel ver. Je ging hartstikke ver. Ja! De ronde door. Goed zo. Ah, hartstikke goed, jongen. Hé, hallo. Ja, dit mag er af.
En zelfs Luxie kan heel goed trappelen in het water. Lucilla, wat heb je het goed gedaan, liefie? Hartstikke goed. Luan, wat ben je aan het doen? De lijn uittrekken. Ik zie het. Hij doet wel de lijn. Hij doet. Mooi. Vond je het mooi? Ja, het was heel mooi. Heel mooi, liefie. Nou, kom jongens, dan gaan we lekker zwemmen. Zo, de zwemles is afgelopen. Ze hebben super goed hun best gedaan. Luan en Lucilla en Luxie natuurlijk ook. En we gaan nu weer lekker vrij zwemmen in het recreatiebad. Mama, ja. Het was vandaag de eerste dag dan doe ik met kleding zwemmen. Ja? Maar het was helemaal niet zwaar. Nee, hè? Het viel best wel mee, hè? Ja. Hey, was je bang voor niks? Nee. Hey, was appeltje eitje voor jou? Appeltje eitje. Nou, kijk eens, dan gaan we hier nog even lekker rondspetteren. Hè? Nou, even lekker spelen, jongens. Ach, Luxie. Dit is lekker. Op het randje staan, hè? Doe maar. Goed zo! Heel goed! Ja! Bijna! Ik vond hem helemaal hoor. Ik vond dat je hem heel goed deed. Ja! 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 Oké, helemaal op het randje. Knieën, bukken. Bukken. 1, 2. Ja! Goed zo! Mooi! Ja, heel mooi! Dans mee en blijf niet staan.